Mama die dus nou de auto terug heeft gestuurd. Ja, want Cristiano staat nou met een dekseltje te schudden. Sandro staat ernaast en die staat op te letten of alle cilinders te doen. Die geeft nou een beetje antifries over de luchthappers heen. En dan moet de auto eventjes weer in de voer uitgezet worden. Die wil niet echt lekker schakelen. En mama Bellio, die kijkt op de even de jongelui het allemaal goed doet of zo. Die wil goed voor het paardenzorg is. Als hier dus de kleine kinderen op de tribune zitten, dames en heren, absoluut, alsjeblieft, 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 laat ze hun vingertjes in hun oren stoppen, want de burn-out was heftig vaak. Het kabaal wat hier er nou af gaat komen, zal nog meer geworden. En nou we hopen dat we hier geweldige tijden neerzetten. En hoe ver gaan we komen? Gaan we misschien hier nog onder de 3 seconden komen? Gaat het gebeuren?